Een lekkere slakkie. Ze komen weer eens zien. Ja, oh ja, nou zie je. En hier zit er een eentje, daar zit er een. Ja. Maar het is wel opgefroten, ja. Ja. Nou ja, misschien gewoon zo. En dan dat haas eroverheen. En dan wel opnieuw ja, zaaien natuurlijk. Mooi, ik ga even. Zijn de slakken, begrijp ik. Ja, ik denk dat het een zware paarslakken. Die leek heel schuldig. Ja. Dus die gaan misschien wel onder het gaas door. Maar misschien vinden ze die tafel wel minder makkelijk te vinden. Nou, dat is ijdele hoop hoor. Ja? Ja. Ja. Okay, waar het slakken dus eigenlijk niet zo van houden is van die stenen. Oh ja, en rolgraf volgens mij ook niet, toch? Dat tweede, dit is niet lekker aan je huid natuurlijk. Ja, zo goed. Beetje prikkelig. Ja. En dat stenen kunnen. Dus ook niet. Ja, dat is natuurlijk niet lekker om te schuiven. Nee. Hier aan, op de grond zet. In het, ja. Is dat niet een gedachte? Als daar aan, ja, als u het goed vindt. Nou ja, dan is het moet natuurlijk niet. Het beter, denk ik. Dan, ja, niet dan de hele. Tafel. Ja, op die tafel komen ze absoluut, ja. Maar dan krijgen ze, hieronder krijgen ze natuurlijk niet zoveel zon. Nou ja, op zich ja, ook wel vaak weer wel, hè? Ja. Ik denk wel genoeg. Ja. En hoe lang zou of om dat hoekje? Die stoel. Ja, ik hoop dat ze goed groeien, dat er max 2 maanden potjes staan. Oh ja. Morgen komen jullie ook? Ja. Dat we even een nachtje aankijken. Je hebt het nou allemaal dan even netjes gezet. Ja. En dan. Of er allemaal slakken. Als er nou weer slakken morgen zijn. Ja. Dan moeten we toch een andere oplossing vinden. Is goed. Ja. Doen we het zo. Mooi. Ja, dat is denk ik. Ja, en ja, of ze in die roggen, ja, het lijkt mij ook voor een slak niet leuk om die roggen te kruipen. Maar nee, ja, ik ben geen slak. Of juist wel. Of juist wel. Daaronder is het dan juist vaak lekker natuurlijk. Ja, heel erg lekker beschut. Ja, en dan is het een beetje nat en ook glad. Ja. Ook zo slijmerig.